Blazen. Kijk eens even, gezellig hè. Leuk hè? Dat bedoel ik. Vind je het spannend? Ja, het is wel hoog hè, gaan we. Zeker zin in. Ja. Hebben we de kaartjes? Die bestuurder keek ook ons aan van, menen jullie dit serieus? Ja, natuurlijk. Wij zinken zo, ik zweer het. Nee, echt. Gewoon blub, 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 blub. Ik hoop het niet. Nee, een kopje steken boven. Welkom dames en heren bij deze nieuwe vlog. Vandaag zijn we in Plopsa Indoor Hasselt. Het allereerste overdekte pretpark van België. Geopend in 2005 op 24 december, een dag na mijn verjaardag. Leuk om te weten. In ieder geval, we gaan vandaag weer kijken naar de Samson & Gert Cash Show voor de tweede keer. Ik heb Stef bij me, die gaan we voor de allereerste keer ervaren. En we gaan natuurlijk kijken naar deze Indoorhal. Hij zal niet heel veel verschillen met Coevorden, maar volgens mij staat er wel een andere attractie in plaats van de Anubis, die grote arm. Hebben ze iets anders, ik weet niet precies wat. We gaan het snel binnen checken. Plopsa Indoor Hasselt is het allereerste pretpark van de Plopsa groep. Het park is bijna 1 hectare groot, hierdoor is het dus het kleinste park van de Plopsa groep. Het park heeft op dit moment 24 attracties, waaronder één achtbaan. En deze achtbaan, de Wiki Coaster, is gebouwd door Zierer. Werd geopend in 2005, maar ging destijds door het leven als de Piratenbaan. En was voorzien van een Piet Piraat thema. Maar in 2013 hebben ze dat helemaal omgegooid. Eigenlijk net als de Indoorhal in Coevorden. En vervangen voor Wiki de Viking. De baan is 222 meter lang en de ritje duurt ongeveer 1,5 minuut. Geniet van deze review, laat alvast een duimpje achter. En vergeet ook niet te abonneren natuurlijk. En op het belletje te klikken om geen één video te missen. Nou, het is nog drukker dan ik had verwacht. Maar dat mag ook wel, want vanmiddag is natuurlijk de fantastische show. En Stef, wat vind je ervan? Sorry? Wat vind je ervan? Ja, ik zit er even om mee te kijken. Dus we gaan het zien. Ja, het is niet zo'n hele grote hal, merk ik al. Maar de decoratie is wel echt heel erg mooi gedaan. Je merkt wel dat de Coevordenhal iets moderner is qua aankleding. Die is ook later gebouwd, toch? Ja, is later gebouwd. Ja, klopt. Dus ja, maar ik zie daar wel een hele toffe attractie. Gaan we erin? Echt, ja, we gaan erin. De achtbaan. Go. De Wiki Coaster. We gaan hem doen. Nou, we lopen hier naar binnen. Mooie grot. Hoor er wat geluidjes. Spannend hè, Stef? Oeh! Ja, kijk daar, het is echt een hele korte wachtrij. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet, hè. Voor zo'n kleine indoorhal hoef je ook geen lange wachtrij. En ook iemand zit te vissen daar. In de Wiki Coaster. Een baan van meer dan 200 meter. Behaalt de snelheid van 39 km per uur. En ja, wat moeten we dan zeggen? Gewoon lekker voor de vaart, toch? Nou, dat was de Wiki Coaster. Wat moet ik ervan zeggen? Ja, met een snelheid van 40 km moet je ook niet veel verwachten. Ik heb natuurlijk al bij Coevorden gedaan. Een leuk baantje. De enige achtbaan die er is, daar moet je wel even mee pakken natuurlijk. We gaan nu wat anders doen, ook op een mooie hoogte, naar de glijbaan. En die is daar. De glijbaan. Ik heb net trouwens ook een fan ontmoet. En die vroeg of hij met mij in de achtbaan wou. Het is niet zo heel druk vandaag. Er zijn veel attracties, dus na de show en dan ook nog na de kabouterklusshow gaan we in ieder geval eventjes met hem de achtbaan in. En nou we toch hierboven zijn, kunnen we wel eventjes een mooi overzicht zien van de hal. Dat is wel leuk. Wauw, mooi met die lichtjes ook. Oké, en daar gaan we dan! Woehoe! Lijkt je? Ja, gaat goed! Oké. Ah, ik heb nog ingehaald ook gewoon. Schattig detail. Ja.
We gaan even naar de eentjes. Waarom ook niet? Die bestuurder keek ook ons aan van, menen jullie dit serieus? Ja, natuurlijk. Wij zinken zo, ik zweer het, die eentjes. Echt. Zo blub, 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 blub. Ik hoop het niet. Alleen een kopje steken bovenuit. Schattig, wel schattig. Het zijn schattige eentjes. Ja, daar doen we het voor, hè? Daar doen we het voor. Er zitten er twee grote lummels in. De grootste lummel achter me. Nou, deze attractie loopt op een rails. En in principe zijn het gewoon kleine heuveltjes die je maakt. Waardoor het eentje heen en weer gaat. Op en neer eigenlijk. En hoe is het? Gaat goed? Goed vasthouden, hè? Kijk, hou hem goed vast. Belangrijk. Ja, ik snap dat dit de favoriete attractie van Essel is, hoor. Zeker. Oh ja, die was ingegaan tijdens Toverland. Ja, 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 ja. Kijk even naar de beelden. Hartstikke leuk. Ik ben de enige in de rij en iedereen is uitgestapt. Dus ik zit zo meteen als enigste met een camera in dit ding. Ik vermaak me echt op. En top. Dag Essel! Duurt wel lang, zeg. Godverdorie. En vanuit de bootjesattractie lopen wij door naar buiten. Want ze hebben ook nog een buitengedeelte. Het regent wel. Maar, lekker weer? Ja, het is niet zo lekker weer, nee. Er zijn ook niet zoveel attracties waar we ingaan, hè? Dat scheelt. Nee. We zijn niet heel lang buiten, maar het is leuk om gewoon even te kijken. Wat hebben ze? Ze hebben de K3 brandweer. Ze hebben ook een K3, een soort van, ja, dat je met autootjes kan rijden, een soort verkeersplein. Inclusief carwash. Ja, er is nog een autowasstraat. Nou, wij kunnen er ook doorheen lopen dadelijk. En ze hebben ook nog iets met rocks of zo. En een trampoline erachter. Nou, mooi. Nou, het Boomba aapje en de Boomba beer. Schattig. En we gaan naar de vuurtoren. Nou, dit is leuk. Schildpadjes zitten hier gewoon in het water. En het schattige is dat ze daar zo bij de boot van Piepiraat lekker aan het chillen zijn. Lekker aan het zonnen. Dat lampje vinden ze echt heel lekker. Dit moeten ze echt vaker doen. Kijk hoe schattig die beestjes zijn. En ja, gewoon in wachtrijen dat je dan gewoon alleen maar beestjes ziet om er doorheen te gaan. Gewoon veel meer entertaining. Ja, oké, okay, ik kan er ook uren naar kijken. Ja. En dan hoef je ook minder lang te wachten, hè? Ja, voor je gevoel wel, ja. Dat is leuk. Ja. Ja, een gezellig dansje. Kijk eens even, gezellig, hè? Leuk, hè? Dat bedoel ik. Vind je het spannend? Ja, zo hoog, hè, gaan we. Heb je al een keer gedaan? Oh, oh. Dus het is niet helemaal heel erg eng? Nee. Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje spannend. Ik niet. Nee, jij niet? Oh. Handjes in de lucht. Woehoe! Ik hou me wel beet, hoor. Oh, woe! Allemaal vast, ja. Wel leuk hoor dit. Mooi uitzicht ook over de hal. We hebben de achtbaan. Ben je ook al in de achtbaan geweest? Nee, nog niet. Oh. Zo, hoppakee. Kom maar, tegen mijn benen aan, zie je dat? Hoppakee, woe! Gaan we dadelijk nog de andere kant op? Ja. Oh. Kom een beetje in je buik, hè? Ja. Ik voel lekker warm en morgen naar het. Ja, daar gaan we hoor. Oh, we gaan de andere kant op. Oh jee, daar gaan we weer. Woe! Dadelijk trek je vinger weg. Allemaal bloed en zo. Kom maar niet. We gaan even een rondje maken in de draaimolen van Samson en Gert. We zien daar de burgemeester en Van Leemhuizen. Samson en Gert zien we ook, alle figuren. Gewoon een leuke attractie, voor jong en oud. Carousel.
Nee, leuk toch? We hebben paardjes uitgekozen. Stef wil heel graag op de struisvogel. Ja. Ja, struisvogel. Ja, ja. Bezet. Hij was bezet. Dus het is nu Amerika geworden. Amerika. Paard voor Sinterklaas. Nou, we hebben ook nog twee verdiepingen. Hartstikke mooi ding. De ene keer ben ik weer langer dan haar. We rijden zo om, ja. En vanuit de draaimolen gaan we hier naar de winkeltjes. Want daar hebben ze natuurlijk weer Plopsa artikelen. En ook Samson. Oh, dit is wel echt heel schattig. Kijk nou. Niet voor mijn maat, maar het is wel echt cute. Zo'n shirt dat je kan vegen. Dus eerst is die zo. En dan gaan we lastig vegen. En dan heb je hetzelfde plaatje. Is hij nou anders? Ja, nee. Ik wou zeggen, ja, hij verandert niet. Nee. Meestal zijn ze anders. Kun je nog eens terug? Ja, hij kijkt iets minder vrolijk, zie ik. Iets minder. Ik ben flink aan het vegen. Als je het shirt aan hebt, zit je maar zo op je buik. Jeetje. Ik vind deze wel echt heel leuk trouwens. Lui de lui. Nou, en rond 2:30 geloof ik, dan gaat Klus hier optreden met een show. Die gaan we even kijken, maar eerst natuurlijk de Samsung Red Cash Show. Maar leuk theater, ziet er wel minder mooi uit dan indoor Koevoorde. Maar ja, dat komt natuurlijk logisch, want dit is een ouder theater, een oudere hal ook. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd naar Klus. Ik hoop dat we een soort meet and greet hebben met hem. Lijkt wel leuk. Ze hebben zelfs sneeuwmachines aan het begin, wat leuk joh. Kijk nou. Schattig zeg. We nemen je aan het gewoon een koetie en toendie. Door de hal heen richting het theater, Etias Theater of zo geloof ik. Zin in! Ja, zeker zin in! We hebben de kaartjes, heerlijk! En dan gaan we genieten van de allerlaatste show, want Samson en Gert. Nou, we zitten in het theater, het ziet er minder mooi uit dan de pannen. Ik mis eigenlijk de televisieschermpjes daar en zo. Maar ja, het decor zal natuurlijk gewoon prachtig zijn, ik ben erg benieuwd. Heb je een beetje zin in, Stef? Ja, ik ben zo benieuwd. Ja, echt hè? Ja, ik vind het leuk. Gewoon, wordt ik gewoon leuk. Genieten en van alles. Ja, gewoon je jeugdhelden van vroeger gewoon. En we zitten even, niet heel ver weg. Even zien. Nee, zeg in midden nee, een beetje. Ik heb geen verder kijken nodig. Waar de volgende opdracht op staat. Leenhuizen! Een schat! Ja! Samson is een kerst. Ja! We zijn hier bij Iliano, zeg ik dat goed? Ja. En wat vind jij nou de leukste attractie van het hele park? De achtbaan. De achtbaan? Dat die snel gaat. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. En wat is nou jouw favoriete Studio 100 figuur? Samson en Gert. Kijk, dat wil ik horen. Echte kenner hè, Samson en Gert, dat komt helemaal goed. En heb je nog meer pretparken gedaan dit jaar al? Ja. Ja, dit jaar al? Nee. Oh, ik wou niet zeggen, was een instinctvraag. Het is nog maar 6 januari.
Maar wat heb je allemaal gedaan al? Europa-park. Europa-park. Wauw. Euro Disney. Nou. Je mag echt niet klagen. Je hebt alle goede parken gedaan. Geweldig. Ik ben een beetje jaloers. We gaan nog even in De Piraat. Zo, en we gaan naar een van de laatste attracties. En dat is De Piraat. Het is eigenlijk gewoon een soort loopattractie. Je bent op het schip van Pie Piraat. En ik hoor hier allemaal kanonskogels, hoor je dat? Er is gevaar hier. Of Berend Brokkenpap laat een scheet. Er staat hier een kanon. En er moet dan een euro in. Gaan we eens even kijken of we Stef daar, kijk. Of we even nat kunnen... Wat is nou weer aan het doen? Ach. Ja, dit kan echt niet, hè? Wacht even. Oké, okay. Ga jij even helpen dan? Help jij met richten? Oké, okay, ik ga hem erin doen, hè? Zo. 10 schoten. Hoppakee! Kom, nog een keer, kom! Ja, zo, bam! Hoppakee! Kijk te lopen, kijk te lopen. Oké, okay, wachten, wachten. We geven even een waarschuwingsschot. Oh, nog even wachten, nog even wachten. Ja, doe, doe, doe. Ja, 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 beter, beter. En heb je het overleefd, Stef? Ja, het was een wilde tocht, joh, op die op schip. Mooi, hè? Op vlot. Het vlot, het ging niet zo vlot, maar je bent ik wel ging hartstikke vlot. Die woeste zee en... Nou, voor straf moet Stef ook even de korte route lopen. Ja, lukt het niet? Ik weet ook niet wanneer het aangaat. Het blijft... Ja, oké, okay, het is veilig. Oh, het is glad, ja! Hier glij je uit, joh. Ja, ik het is echt glad. Ja, ik geloof je. Ja. De K3 brandweer. Ja, deze meisje. Maar die deur sluit niet goed, geloof ik, hoor. Ik kom. Hij heeft ook een certificaat, hè? Oh. Ja, ja, ja. Anders ga niet zomaar met een brandweer zonder certificaat. Kijk eens even. Zo, professioneel dicht. Dat bedoel ik, certificaat, hè. Zit je goed dicht? Ja, helemaal goed. Ja, dat zit helemaal tot dicht. Ja, zeker, zeker. Hij twijfelde, zag je. Nou, we gaan nog even in de allerlaatste attractie, maar dit is echt de aller, hè? Ja, echt, ja, ja nee, dit is ja, echt ja. De laatste. De vliegende fietsen. We vliegen hem erin. Dat? Goed zo. Zo, daar gaan we dan. Fietsen hem erin. Fietsen. Gezellig. Maar we gaan eerst naar boven natuurlijk. Kan ik ook nog iets doen of zo? Of is het alleen maar... Fietsen. Oh, daar gaan we. Ja, ja, daar gaat hij. Ja, dat wordt hem. En ik denk hoe harder je trapt, hoe hoger je komt, denk ik. Toch? Ik heb gespeeld. Ja, we zitten op zo. Gaat goed? Gaat goed daar, ja? Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, heerlijk. Nou ja, wat ik al zei, de laatste attractie. En dan is het helemaal gedaan met Hasselt. Maar echt een fantastische dag gehad. Ik sta op de foto. Ik heb dat helemaal nog niet verteld. Ik nee, heb het nog niet verteld. Ik vertel het nu gewoon. Ik sta op de foto met Gert, Alberto, Van Leemhuizen, de burgemeester en de nieuwe actrice Rut. Die dus Angela. Zijn eerste is Angela. Geweldig, dat was echt fantastisch. Mijn droom, echt, dat was echt mijn droom. Net zoals jullie misschien wel ja, gewoon fan zijn van mij, ben ik ook gewoon heel erg fan van bepaalde mensen. Ook natuurlijk wel van jullie fan. Maar ja, Gert is natuurlijk gewoon echt een idool, geweldig. Hey, stop eens met fietsen, oh, ja. Wat gebeurt? Ja, ik denk dat we zakken. Kijk, daar zakken we, zie je het? Zie je het? Ja, we zakken, ja, ja. Harder trappen, ja. Trappen. Hoort het weer, hè? Ik moet weer al het werk doen. Mannen moeten altijd het werk doen, hè? Ja, tuurlijk. Tjonge, joh. Stef, je loog over de laatste attractie. Ik kon het niet laten. Ik wil toch nog eventjes in de kikkertjes. Waarom gaan we hierin? Tjonge, jonge, jonge. Alleen al die geluiden irriteren me hard. Heel erg hard. Heerlijk. Heerlijk. Heb je gordel om? Ik heb mijn gordel om. Kijk hoe ik in het karretje zit. Dat is echt niet gezond, jongens. Zo, hard. Ik heb ook
Oh, daar gaan we. Oh. Oh. Nou, er is één iemand die de grootste lol heeft. Zie je dan weer. Maar moet je dat besturen dan? Nee, niet. Oh, het gaat automatisch. Oké. Okay. Nou, daar zitten we dan, dames en heren, in de kikkertjes. Op een gegeven moment gaat hij wel hop en neer zo. Superleuk. Een fotootje. Ze kan geen foto maken, want het beweegt, de attractie beweegt. Raar, hè? Proficiat. Aan alle die niet gekomen zijn, ook proficiat. Zo. Dat was toch wel een hele mooie dag in Plopsa Indoor Hasselt. Ja, het is een klein parkje, maar eigenlijk een beetje door die fan dat het best wel een hele vermakelijke dag werd. En dat we in attracties gingen waar ik normaal nooit in zou gaan. Maar goed, maakt het uit. Ja, de topmomenten van de dag waren natuurlijk de grote Samson en Gert Cash Show. Maar ook de ontmoeting met de burgemeester van Leemhuizen, Alberto, Rut, Angela en natuurlijk ook Gert. Geweldig was dat. Hartstikke leuk. En laat gewoon even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren onderin. En tot de volgende keer bij een nieuwe pretpark review. Doei. Zoals ik had gepland, zeg maar. Wacht even.